Stationswerk is een belangrijke taak tegenwoordig. Nog te vaak zien we dat alleen reizende meisjes door heren met slechte bedoelingen worden belaagd. Het is ons werk die meisjes op te vangen en hen te wapenen tegen de gruwel van de zedeloosheid. En dat doen wij geheel vrijwillig en belangeloos. Want het welzijn van al die werkzoekende jonge dames is ons meer waard dan welke geldsom ook. Een wijze raad voor alle jonge dames die alleen met de trein reizen. Reis enkel in de speciale vrouwencoupés. Die bestaan al sinds 1874 en zijn er niet voor niets. Het is immers zeer ongepast dat alleen reizende jonge meisjes aangesproken worden door wildvreemde mannen. Nu geef ik ook wel toe dat zelfs de derde klasse rijtuigen van tegenwoordig aanzienlijk zijn verbeterd. Een ruim gangpad, verlichting, nette bagagerekken en zelfs een retirade of toilet. Toch houd ik mijn hart vast voor wat er kan gebeuren in een gemengde coupé waar mannen en vrouwen gewoon door elkaar zitten. Ook de stationschef en het treinpersoneel druk ik op het hart. Een alleen reizende dame hoort in de vrouwencoupé. En elke man die daar stiekem ook verblijft, moet terstond worden verwijderd.